Na vier seizoenen van afwezigheid keert de Gelderse derby op zondag 17 oktober terug in de Eredivisie. Een strijd tussen Vitesse en NEC om de Gelderse glorie. Met Omroep Gelderland-verslaggever Sander Maassen van den Brink, Vitesse-supporter Hermco en oudspelers Eloy Room, Youssouf Hersi en Navarone Voor, waarvan de twee laatstgenoemden voor beide clubs speelden, spreken we over deze bijzondere wedstrijd. Vol passie, strijd en sensatie. Het is een hele speciale wedstrijd. Ik heb het zelf bij beide clubs meegemaakt. En, het wordt het heel serieus genomen. Het is een wedstrijd op zich. Een wedstrijd die je moet winnen. Hoe je wint maakt niet uit, maar hij moet gewonnen worden. Het is wel de wedstrijd waar de meeste fans toch naar uitkijken van beide kanten. Maar ook gewoon voor de stad Arnhem en ook voor de stad Nijmegen. Dus ik denk dat het gewoon een mooie wedstrijd is. Het leeft altijd. Het is een paar dagen van tevoren begint het al. En ook in zo'n weekend, iedereen is er toch mee bezig. Ja, er zijn ook heel veel politiemensen mee bezig natuurlijk. Dus het zal ook flink wat kosten voor de gemeente en de omgeving. Maar ja, voor de sfeer en voor de uitstraling van beide steden is het natuurlijk mooi dat beide ploegen weer tegen elkaar kunnen opnemen. Want dat zorgt voor landelijke aandacht en dus ook goed voor de beide steden, denk ik. Voor de fans is het natuurlijk iets moois dat de wedstrijd er weer is. Ze kijken er allemaal naar uit. Het is een lange tijd geleden, dus dat maakt het nog extra speciaal dat de wedstrijd weer terug is. En ik kijk er zelf ook naar uit en ik denk dat de sporters ook niet kunnen wachten. Echt beladen wedstrijden. Het is een hele grote spanning. Ik persoonlijk heb altijd een hele grote spanning ervoor. Je ziet vaak in het nieuws al wat dingetjes. Ja, je leeft er gewoon echt naartoe. En het speciale maakt gewoon echt de rivaliteit. Je wil gewoon niet verliezen. Je wil gewoon echt de nummer 1 in ieder geval Gelderland zijn. En dat is gewoon een hele grote spanning. Ja, ik denk sowieso al natuurlijk een mooie wedstrijd. Want je hebt altijd mooie wedstrijden tegen Ajax, PSV, Feyenoord. En dan komt nu NEC ook bij. Ja, dat zijn wel mooie wedstrijden waar je altijd naar uitkijkt. Of tenminste, de hele Eredivisie kijkt ernaar uit. Tegen de drie topclubs. En dan heb je NEC erbij. Ja, dat is gewoon super. Daar leven ook weer mensen naar. Onderling krijg je dat je elkaar kan plagen eigenlijk. Van ja, we gaan toch wel van jullie winnen. Of ze wedden op de wedstrijden. Van ik win van jou, we wedden voor een tientje. Dus dat soort of voor iets anders. Dus dat is toch wel die spanning die dan meestal meebrengt. Ik kom uit Nijmegen, maar ik heb eigenlijk mijn hele carrière bij Vitesse gespeeld. Dus voor mij was het altijd een speciale wedstrijd, omdat ik veel mensen uit Nijmegen ken natuurlijk. En ik woonde toen de tijd ook in Nijmegen, dus ik werd er natuurlijk op aangesproken. En ook veel vrienden en familie die van beide kanten, sommigen zijn fan van Vitesse, sommigen zijn fan van NEC. Dus dat was altijd al een beetje een strijdje. Ik ben begonnen in Nijmegen bij NEC en vanaf de jeugd was het al een wedstrijd op zich. We moesten winnen. Het is een harde wedstrijd, maar zeker een wedstrijd om naar uit te kijken. En ik heb met NEC ook tegen Vitesse gespeeld. Het zijn hele speciale wedstrijden om te spelen. Er staat maar één ding op en dat is winnen. En daar draait de derby om bij beide clubs. Ze willen gewoon winnen. Dat is een wedstrijd op zich. En daar verwachten ze maar één ding. Dat is passiestrijd en beleving. Alles geven deze wedstrijd. Een derby is toch... Er komt toch wat vuur bij kijken. En adrenaline die in je zit. Van de afgelopen weken. Dus het is heel anders. Twee maanden van tevoren krijg je het al mee. In principe als een nieuwe speler tekenen bij wijze van... Dan is het van we spelen tegen NEC dan en dan. Hè. Zorg maar dan, maakt niet uit de rest van de wedstrijd. Ik zeg, maar dan degraderen wij. Nee, die wedstrijd moeten we winnen. En dan denk ik, oké, is goed. En dan krijg je dan twee maanden van tevoren krijg je dan weer mee. Van, let je wel op, hè, dat je niet geblesseerd raakt. Ben je al mee bezig? En we moeten winnen. Ze staan 6 punten achter ons of zo, weet je wel. Nou, en dan loopt dat op tot aan de wedstrijd toe. En dat heeft ook te maken dat mensen in de buurt, die werken met elkaar. En de ene is voor Vitesse en de andere is voor NEC. Ja, die wil niet zondag of maandag binnenkomen en zeggen van, shit, we hebben verloren. Ja,
Het gevoel, hè? Mijn stad tegen jouw stad, dat is het eigenlijk een beetje. Het is Arnhem tegen Nijmegen, twee steden die nog op geen 20 kilometer van elkaar liggen. Ja, en je werkt toch ook met collega's samen, denk ik, die uit Nijmegen komen, uit Arnhem komen. Ja, en dan is het toch dat je denkt van, ja, ik wil maandag niet op de kantoor zitten en zeggen dat ik verloren heb. En dat blijf je de rest van het jaar natuurlijk horen. En die spanning is er natuurlijk ook gewoon bij elke supporter, denk ik. Ik weet nog wel dat er wel eens fans naar me toe kwamen rond die wedstrijd. Dat ze zeiden van, ja, maakt niet uit wat het seizoen gebeurt, waar we eindigen, maar deze wedstrijd moet gewonnen worden. Dus zo beleven de meeste fans het, denk ik. Dat, ja, tuurlijk, je wil goed eindigen, maar dit is wel de wedstrijd dat je, ja, als je die derby wint, dan kan je natuurlijk voor het hele jaar een beetje het mannetje. Dus ik denk dat fans dat wel heel belangrijk vinden. Wij als Arnhem zijn gewoon de nummer 1 van Gelderland en dat, ja, dat gaan we gewoon laten zien. En ja, dat is gewoon een gezonde spanning die bij heel veel mensen heerst. En ja, als wij weer winnen, dan zijn we gewoon super trots en dan laten we dat ook heel erg blijken. Je ziet dat de supporters er ook echt druk mee zijn. Het begint eigenlijk al op de vrijdag, hè, voor de wedstrijd, bij de afsluitende trainingen. Vuurwerk, gezang. Dan merk je al dat ze er echt heel erg mee bezig zijn. Dat de supporters echt alles uit de kast trekken om bijvoorbeeld sfeerdoeken te maken, mooie tekeningen te maken. Prachtige sfeeractie in Arnhem, voorafgaand aan het duel. En dan zie je toch echt wel dat ze heel veel energie steken in dat soort wedstrijden. Dat is prachtig om te zien. Zoveel fans altijd bij de training, vuurwerk en spandoeken. En dan merk je echt dat, dat de supporters achter je staan. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor, om zo'n wedstrijd in te gaan. Want ja, je wilt toch het gevoel hebben dat, dat de fans achter je staan. Ook al speel je uit of thuis. Maar dat geeft wel extra. Dat vond ik altijd wel fijn om zo'n boost te hebben. Daar verheug je altijd op. Het is gewoon een hele gezonde spanning die je hebt. Het begint altijd al de avond van tevoren vaak met een feestje tot vroeg in de ochtend. En dan vaak met weinig slaap, grote kater, vroeg naar het stadion. Om vervolgens de sfeer, de emotie, de spanning te beleven. En dan we hopen natuurlijk voor een mooie uitslag. Vele derbies werden er gespeeld, maar je meest bijzondere blijven je altijd bij. Als je aan mij vraagt, de eerste derby, dat is voor mij ook gelijk de mooiste derby. En dat is Remco van der Schaaf. Die gewoon echt met tot bloedens aan toe de keihard voor gevochten heeft om uiteindelijk de 1-1 te maken. Met gevolg dat NEC niet gelijk de Europa League in kon. En de play-offs moest spelen. En uiteindelijk dat wij hun uit de play-offs hebben kunnen knikkeren. De Schaaf het achterhoofd van Dennenboom raakt met kopduel. Ja, als hechtingen niet helpen, dan maar met een indrukwekkende tulband. Dat is nu hetgeen waarmee Van der Schaaf is voorzien. Mooi. Lange bal, daar komt Van der Schaaf. Paulus en hij zit binnen. 1-1 in de slotminuten. Duiblinker aan de kant van Vitesse. Zorgt voor de 1-1. Lijn speelde met de benodigde passie. Schokkelend werkend op een binnen. En dat was echt, dat is voor mij ook gelijk het hoogtepunt. En ook echt de beleving voor mij, de optimale beleving geweest. Voor een derby. Daardoor is het Vitesse bloed ook echt sneller gaan stromen door mijn lichaam. Mensen zijn zo blij. Mensen die je nog nooit eerder hebt gezien, die geven je high fives, die omhelzen je. Het is één groot feest. Ja, iedereen begint meteen te zingen, te springen. De tribune begint te heen en weer te gaan. Het geluk kan niet op dat moment. Het is zo'n mooi, euforisch gevoel. Iedereen is je grootste vriend op dat moment. Ja, het is gewoon echt fantastisch. Je krijgt er ook kippenvel van als ik het erover heb. Ja. Een soort vlinders in je buik ga je naar huis. De hele week ben je gewoon vrolijk. Ja, dat is gewoon een lekker gevoel gewoon. Ja. Je kunt je waarschijnlijk de wedstrijd nog wel herinneren waar Sebastian Sansoni Roy Berens in de neus beet. En dan wordt het al wat feller. Sansoni haalt door. En gaat de strijd aan. Eerst met Snoil, dan met Pophuizen. Op een gegeven moment liep hij naar Berens toe. Ik zie het nog gebeuren en ik dacht, nou, hij bijt Berens. En ik zei nog tegen die maat van me, ziet dat nou goed? Bijt hij hem nou? En dat was in die tijd hadden we nog geen Twitter en social media waar we dat helemaal makkelijk terug konden zien. En vrekken, die komt thuis en ik kijk Studio Sport. En ik had het toch goed gezien, hadden hem even te grazen genomen. Ja, dat zijn momenten die ik nooit meer vergeet natuurlijk. Piet Veldhuizen met rook voor zijn neus, door de sfeeracties wel te verstaan. Dat soort dingen gebeuren allemaal ook in die wedstrijden.
scheidsrechter Bossen wacht even totdat hij rook optrekt. Nou ja, daar kun je lang op wachten, want het dak is dicht. Veldhuizen, wat laat je hier verrassen? En dan staat er dus 1-0 voor NEC via Platje. De sfeeractie was eigenlijk nog half gaande en in één keer een paar rare terugspeelballen. Piet die niet op zat te letten, Platje die schiet hem zo het doel. Als ik me niet vergis, in de tweede of derde minuut stonden we al 1-0 achter. Ja, dan draait je maag wel even om. Je gaat naar zo'n wedstrijd van nou, die winnen we wel even. En dat hebben we uiteindelijk ook gedaan, want we hebben de wedstrijd meteen omgegooid. Uiteindelijk met 4-1 gewonnen. 3 rode kaarten van Nek en Piet gaf uiteindelijk de rook de schuld. Dus dat was wel een mooie herinnering. Ja. Reis, heel subtiel. Ibarra Boni! En het is alweer gelijk. Boni, Ibarra wordt opgevangen. Er komt een geel. En dat is de tweede gele kaart voor Paulson. Die gaat eraf. Twee keer geel is rood, zegt Bossen. NEC moet door met 10 man. Kotschop getrapt door Reis. Hier Kasia, die kan gaan uithalen en dat kan niet goed. We zien dat Kakuta hier de voorzet geeft op Boni. Raak 3-1 voor Vitesse. Kalas wijst waar hij de bal wil hebben, maar dan wordt zijn pas afgesneden door Amieu. Amieu heeft al geel. Komt hier dan ook zijn tweede gele kaart? Ja, kan niet anders. NEC moet verder met 9 man. Dit is een overtreding van Kolwijk. En daar komt ook een kaart voor. Rood zegt Bossen. Wat is dit voor wedstrijd? Derde rode kaart. Zet Kakuta. Bal schiet door en daar is Havenaar al. Eerste balcontact. Het is 4-1 voor Vitesse. Het is gedaan hier in Arnhem. Vitesse mag zich de nummer 1 van Gelderland noemen. Het wint met 4-1 in de Gelderse derby van NEC. Ik kan me nog wel herinneren dat we op een gegeven moment een uitwedstrijd hadden. En binnen 10 minuten volgens mij 1-0 voorstonden. Uiteindelijk rond de rust 1-2 voorstonden. En op een gegeven moment 2-2 werd. Dat is wel echt heel spannend. We zagen echt dat het uit handen gegeven werd. De laatste paar minuten nog echt flink gestreden wel weer werd. En dat Piasson dan toch nog de 3-2 scoorde in de 92e minuut. Komt er dan toch nog een beslissing? Komt er dan toch nog een beslissing? Kakuta, nee! Ook dit hoort bij deze derby. Theo Jansen. Gaat Vitesse nog voor een driepunter? Kakuta. Preppen! Rood weer de land. Het is niet te geloven wat hier allemaal gebeurt. Maar het is nog niet gedaan. Kwasjasvili. Piasson! Het is nog niet gedaan, zei ik. Lucas Piasson, de kleine KK, schiet Vitesse alsnog naar een driepunter. Ja, dan gaat het helemaal los. Dan is het einde oefening, de wedstrijd is afgelopen. Ja, dan is het gewoon één groot feest totdat iedereen in de bus zit. En zelfs in de bus gaat het door. Totdat we hier op Gelderland weer op de parkeerplaats staan en dan gaat het feest weer verder. Dat zijn hele mooie momenten. Je ziet dan een enorme ontlading bij Piasson, maar ook bij de rest van de spelers. Theo Jansen speelde toen nog volgens mij nog mee. Ja, dan zie je dat voor de jongens uit deze regio en ook voor de supporters uit deze regio echt wel wat doet als je zo'n wedstrijd over de streep trekt. Frenkel mee. Goeie bal van Jansen naar Frenkel. Frenkel met de voorzet en er is de 1-2 van Youssef Hessie. Het was een best wel heftig duel was het. Je probeert dan natuurlijk altijd je al helemaal af te sluiten van alles wat je omheen gebeurt. Want er gebeuren gewoon heel veel dingen. En ik moet zeggen, ik kon het best wel goed afsluiten en me concentreren op de wedstrijd. En die wedstrijd wonnen we met 2-1. En nu lukt het eindelijk. Uitstekend.
van Jonker. Goede loopactie, slim laten lopen. En Hessie, 1 assist, 1 doelpunt. Een cruciale rol tegen zijn oude club. Gelders trots, daar draait het vanmiddag om in de Goffert. De terugkeer van Navarone voor in Nijmegen. Dat is natuurlijk een zware week om naartoe te werken. Omdat er veel dingen rondom waren gebeurd. Ik werd de hele dag gebeld en natuurlijk de stickers rondom Nijmegen. Maar ik moest mentaal sterk zijn op dat moment. En ik keek ook erg uit naar de wedstrijd. En achteraf genoot ik ook wel van de dingen die er omheen gebeurden. En ja, het moest zo zijn dat ik daar zal scoren. En dit is Van Wolfswinkel met heel veel ruimte. Heeft onder andere voor mee. Het zal toch niet, het zal toch niet, het zal wel. Hij natuurlijk, omdat het zo moet zijn. Het moet zo zijn. Ik heb de hele week op voorbereid natuurlijk. Ik heb al scenario's in mijn gedachten gehad. Gaat het gebeuren? En, ja, natuurlijk veel kracht gevraagd van daarboven. Ik ben gelovig iemand en ik wacht altijd op mijn antwoord en dit was het antwoordje. Ik weet persoonlijk nog te herinneren dat een wedstrijd ook in de Goffert was dat waarin Chaturia een bal binnenschoot. Vitesse kwam nog met 10 man te staan. Dat was echt een hele spannende derby. Chaturia, rechts van de struik. Chaturia zelf, 18 meter. Geweldige goal van Chaturia tegen de verhouding in, tegen de kansenverhouding in, tegen de veldverhouding in, kortom tegen alles in. Maar Vitesse neemt in de 34e minuut in Nijmegen een 1-0 voorsprong. En dan een arm gaan hangen van iemand helpt ook niet. Sterker nog, dat levert denk ik de Georgiër een gele kaart op. En Vitesse mag door met een man minder. Zijn tegenstander Conboy gaat er ook af. Die krijgt ook rood, die gaat eraf. En dat is rode kaart nummer 3 op deze middag. Inmiddels de 93e minuut. Boni. Dat doet hij knap. Gaat hij dan uiteindelijk alsnog verslissen? Dat doet hij niet. Nijland. Veldhuizen. Het zit erop. De vreugde is compleet bij Vitesse. Je voelt ook een gespannen sfeer de hele dag door. Ja, en die verdwijnt eigenlijk niet. En pas na de 90 minuten merk je dat het afgelopen is en dan is één ploeg waarschijnlijk heel erg blij en de andere ploeg zal de rest van het jaar aan moeten horen dat de buren hebben gewonnen. Deze wedstrijden zijn tenminste de wedstrijden die ik heb gespeeld, de derby's, en vaak niet de mooiste wedstrijden. Het zijn vaak een beetje vechtwedstrijden, slordig en je merkt sowieso al de sfeer anders is dan andere wedstrijden, maar ja, je wil gewoon heel graag winnen en vaak dan ga je dan wat opportunistisch spelen. Ja, je wilt toch snel scoren in de wedstrijd, dus dan ga je vaker lange ballen spelen, vechtvoetbal. Ja, je gaat toch wat opstootjes met de spelers onderling. Vaak ook langs de kant wat opstootjes. Beker zegt, zo kan ik die corner toch niet nemen. Kasia komt zich er ook mee bemoeien. Wordt weggetrokken. Ja, nu gaat het ontsporen. Ik denk dat de kaarten gaan komen. Beker krijgt van alles naar zijn hoofd gegooid. Ja, nu gaan ze naar binnen. Ja, Van Boekel heeft gelijk. Ja, dan vaak ga je er wel aan mee, weet je. Dus dan is het wel vaak een zaak om toch een beetje je hoofd koel te houden. Maar ja, soms dan gaat dat niet en dan gaat het er wel heet aan toe. Maar ik denk dat het gewoon komt door het sentiment. En ja, je vertegenwoordigt toch je stad, weet je. Dus dat is denk ik toch, toch iets wat dan boven komt drijven. En je wil gewoon niet verliezen. Dus ja, ik kan niet tegen mijn verlies. Dus dat maakt me altijd wel extra pist in die wedstrijd. Wij pompen het natuurlijk ook op als journalisten. De landelijke media gaat ermee aan de haal. En ja, tijdens zo'n wedstrijd valt het dan toch altijd een beetje tegen. En ik denk dat het toch een beetje door de druk komt die erop wordt gelegd. Door supporters, door media. Ja, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Ja, als je hier niet trek in hebt, als je hier geen zin in hebt in zo'n wedstrijd als deze. Dan hou je niet van voetbal, dat mogen duidelijk zijn. Achterin, dit is goed van Wolfswinkel, de goal. Dit is goed, achter die verdediging. Ik denk dat het vooral een opluchting was, omdat ik kan me herinneren dat de NEC nog 1-1 scoorde via Ferdi Kadıoğlu. Daar is de ruimte bij, Kadıoğlu. Kadıoğlu, oh wat een mooie goal!
Toen moesten we terugkomen van een gelijke stand. En ik kan me herinneren dat Ricky van Wolfswinkel de 2-1 scoorde en dat we de wedstrijd wonnen. Daar is hij voor Nathan. Krijgt hij hem onder controle? Hens? Oeh, dat weet ik niet. Ja, het was Hens. Ja, dus wel. Van Wolfswinkel. Thuis was zijn een paar mooie derbies gehad met het publiek erachter. Ook vaak wel spannende wedstrijd tot het einde. Buettner. Kruiswijk. Doorgelopen Buettner. Razica. Of doet hij het zelf? Hij schiet hem net voorlangs. En zo wint Vitesse deze slag om Gelderland. Het is gewoon hartstikke leuk. En om weer te herleven eigenlijk als het ware. Naar die wedstrijd. En zoals nu ook met de interview. Ja, dat is iets wat heel super, wat leuk is. Ik verheug me natuurlijk weer op een mooie 3-0 overwinning of iets dergelijks. Ik moet inderdaad nou wat gaan verzinnen om nou met de jongens weer even lekker ergens op een scherm of in de kroeg of eventueel naar de uitwedstrijd te gaan. Op die manier te gaan beleven. Ik kijk meestal wel met de schuin naar de wedstrijden van Vitesse, maar voor deze wedstrijd dan wil ik er wel klaar voor gaan zitten. Dus dat wil ik zeker zien. Dus we moeten gewoon winnen. Maakt me niet uit hoe. Dus 1-0, 2-0, 3-0 maakt me niet uit, maar we moeten gewoon winnen. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ik kijk heel erg naar uit om deze wedstrijd te bekijken. Het is een mooie wedstrijd. De dingen die er omheen gebeuren. Mogen de beste winnen. Dit zijn wedstrijden waar je verleeft. De Europese potjes dit jaar en de derby tegen NEC. Ja.